Goedenavond, beste kijker. Vanmiddag vond in het Vlaams-Brabantse Sint-Joriswingen een gewapende overval plaats in het plaatselijke dorpscafé Sint-Joris. Café was in Alissos aan het werk toen het gebeurde. We stellen daar enkele vragen voor. Ik sta hier in café Sint-Joris waar de overval plaatsvond en Alice, de cafébazin, was erbij. Wat hebt u gezien? Was er een overval? Ja. En wat is er allemaal gebeurd? Ze hebben me overvallen met bananen. Ah, oké. Okay. Dankjewel, Alice. Hier ziet u kort enkele beelden van de bewakingscamera. Geef mij het geld. Voor een pas binnengelopen bericht in verband met Tarzan. Laatstgenoemde zou vastzitten op een zinkend schip dicht bij de kerk van Sint-Joriswingen. Hierover later meer. We keren terug naar onze oorspronkelijke reportage over het Vlaams-Brabantse dorpje, waar ondertussen nieuwe ontwikkelingen zich hebben voorgedaan. De heer Gram van Timmeren zou zijn opgepakt als hoofdverdachte in een uiterst delicate zaak. Het zou te maken hebben met hoofden van jongens en condooms. We kunnen er zelf niet aan uit, maar we tonen jullie de volgende beelden. Ja, blaas jij maar. Kom maar, Wolle, dat moet lukken. Oké, ja. De haar wordt er zo afplakken. Ja, en nu blazen! Ja. Oh my god! Ik nader de advocaat van Gram van Timmeren, meester Seel Hendricks. Hebt u commentaar over de arrestatie van uw cliënt? Wat is zojuist gebeurd? Wel, zoals we dus konden zien op het journaal gisteravond, is Gram dus gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het trekken van condooms over de hoofden van kleine jongetjes, wat dus eigenlijk een soort van pedofilie is. En we kunnen wederom besluiten dat
Dus zijn relatie, zijn gezinsleven wordt effectief bedreigd door al deze media-aandacht. Nu, zijn partner, Koos Stijnemans, begint ook wel te vermoeden dat zijn, echtgenoot misschien wel een pedofiel is. En dat kan effectief wel gevaarlijk zijn voor hun huwelijk, als blijkt dat dit echt waar is. Maar hoe dat onderzoek nu gaat verlopen, kunnen we eigenlijk niet zeggen. De bewijsstukken zijn veelvuldig aanwezig. Het loopt eigenlijk iets te vlot naar mijn zin, want er wijzen natuurlijk steeds meer, steeds meer aanwijzingen tegen mijn cliënt. En voor ons maakt dat het eigenlijk ook niet veel gemakkelijker. We staan nu effectief met onze rug tegen de muur. Wij zien nu ook wel dat, dat mijn cliënt Gram effectief wel schuldig kan zijn aan pedofilie. En dat is natuurlijk niet zo goed voor... Dus u verdenkt de cliënt? U denkt dat hij schuldig is? Wel, ik ga me daar niet over uitspreken, want ik ga mijn cliënt natuurlijk niet in belachelijke trekken. Als het onderzoek is afgelopen en het proces is er geweest en als blijkt dat hij effectief een pedofiel is, dan zal ik dat ook openbaar kenbaar willen maken. Maar nu spreek ik nu altijd in het voordeel van mijn cliënt. Maar heeft hij schuld bekend, ja of nee? Dat kan ik u nog niet meedelen. Dat is volledig, hangt volledig van het onderzoek af. Ik kan het niet vrijgeven. Oké, bedankt meneer Hendricks. Bedankt voor het kijken. We houden u op de hoogte.